Ik ben er klaar voor om een maand mijn buikspieren te gaan trainen. Het ziet er naar uit dat we nog een tijdje zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Maar natuurlijk wil ik wel een beetje fit blijven. Dus heb ik besloten om een maand lang mijn buikspieroefeningen thuis te gaan doen. En dat laat ik graag aan jullie zien. Want ik ga het dit keer wel wat heftiger aanpakken dan wat ik normaal zou doen. Ik ga normaal gesproken iets van 1, maximaal 2 keer per week. Maar nu wil ik dus echt elke dag mijn buikspieren gaan trainen een maand lang. Om te kijken of er dan iets gebeurt. Mijn moeder die gaat gezellig met me meedoen. Dus dat komt helemaal goed. Nou, dit is de before. Ik heb een beetje strepen van het zitten. Maar in ieder geval geen spieren te bekennen. We zitten nu ongeveer op de helft. En ik weet niet of het voor jullie te zien is. Maar ik zie echt al wel verschil. Ik zie licht blokjes er doorheen komen. Heel licht. En dat heb ik echt nog nooit gezien. Ik merk dat ik het echt veel leuker begin te vinden. Op de een of andere manier, als je dan zo licht verschil begint te merken, dan heb je zoveel meer motivatie om het bij te houden. Nou, 30 dagen zitten erop. Hoe vond jij dat het ging? Ja, super. Leuk. Ja, zie je een beetje verschil? Ja, nee, je merkt het echt wel. Ja, ik zie ook verschil en dat ga ik even aan jullie laten zien. Nou, het moment van de waarheid. Ben je nu nog benieuwd wat voor oefening ik precies heb gedaan? Dat kun je onder de video vinden. Maar onthoud wel dat ik natuurlijk ook niet de expert ben. Maar voor mij heeft het in ieder geval heel goed gewerkt.